Dag, dames en heren, en leuk dat u kijkt naar de 30-daagse weersverwachting. De zomer die is inmiddels officieel voorbij. Niet alleen weerkundig, maar ook astronomisch is de herfst inmiddels begonnen. Ja, en dan is het natuurlijk toch wel prettig als we zo aan het begin van de herfst toch nog een paar van dit soort mooie nazomerse dagen krijgen. En laten we maar eens even kijken wat er de komende dagen aan zit te komen. En dat doen we aan de hand van de weerkaarten, waarbij we dit weekend. Laagdrukgebieden in eerste instantie op de Atlantische Oceaan ten noorden van ons vinden. En dat betekent wisselvallig met een westelijke stroming, regelmatig buien. Op de Atlantische Oceaan ligt ook nog een uh, nieuw laagdrukgebied. Daartussenin een rug van hoge druk. En die rug van hoge druk ziet er op dit moment niet heel imposant uit. Maar uiteindelijk zorgt die er toch voor dat de laagdrukgebieden bij ons weggaan. En zo bouwt zich bij ons ten oosten van ons hoge druk op... Lage druk blijft grotendeels op zee, eventjes weet het in de loop van volgende week door te dringen. Maar wat we vooral zien is dus een zone van hoge druk net even ten zuiden en vooral ten oosten van ons, terwijl op de Atlantische Oceaan dus de lage drukgebieden aanzet zijn. En dat is een luchtdrukafwijking die we in de eerste week van de 30-daagse periode ook heel duidelijk terugzien. Want als we kijken tot en met 2 oktober, dan is dit de gemiddelde luchtdrukafwijking van al die berekeningen die worden gedaan. Met dus het zwaartepunt van het hoge drukgebied ten oosten, deels ten zuiden van ons. En dus dat lage drukgebied op de Atlantische Oceaan. Tussen beide luchtdruksystemen in waait bij ons een zuidwestelijke stroming, een zuidwestelijke wind. Daarmee wordt relatief warme lucht aangevoerd. Zeker aan het begin van de week gaan we dat merken. Het wordt echt nog even een paar dagen. Toch wel na zomers in onze omgeving. Ook ten oosten van ons land zal dat gaan gebeuren. Terwijl in de buurt van dat lage drukgebied, ja daar is het natuurlijk wisselvallig. Dus in Ierland, delen van Schotland en Wales, daar valt volgende week toch duidelijk wat meer regen dan gebruikelijk en zeker ook meer dan bij ons. Want wij zitten juist onder de vleugels van dat hoogdrukgebied. Met niet alleen bij ons, maar ook ten oosten vooral droger weer dan gebruikelijk. Dus dat betekent, de overgang september-oktober zal redelijk rustig weer opleveren. Ja, en als we kijken naar de temperatuurafwijking voor volgende week, dan zien we natuurlijk dat onder de vleugels van dat hoge drukgebied met aanvoer vanuit het zuidwesten de temperaturen hoog zijn. Niet alleen bij ons, maar ook in Noord- en Oost-Europa is van een vroeg winters weertype, wat daar soms al begin oktober kan optreden. Absoluut geen sprake. Het is eerder nog na zomer tot in uh, ja, hoge hogere delen van Europa aan toe. Hogere temperaturen dus, droger en dat zien we ook duidelijk in de pluim terug. Als we kijken naar de pluimgrafiek, dan zien we zelfs dat na het weekeinde de temperaturen overdag, de piekmomenten boven de 20 graden gaan uitkomen. En dat betekent dus een periode met na weer. In ieder geval het eerste deel van de volgende werkweek. Want in de loop van de week zijn er wel wat signalen dat lage druk toch eventjes kan doordringen tot onze omgeving. Nou, dat drukt dan uiteraard de temperatuur. Die gaat dus geleidelijk aan weer wat omlaag. Droge dagen gegarandeerd op de basis van de pluim. Zondag, maandag en ik denk toch ook wel dinsdag. Vanaf woensdag zien we dan dat het neerslagsignaal toeneemt. Maar ik moet zeggen dat dit ook wel met 50 rekeningen nog niet echt overtuigend is. Er zijn voldoende berekeningen waarbij dat hoge drukgebied ten zuidoosten van ons toch voldoende dichtbij ligt om de regengebieden grotendeels op afstand te houden. Ja, hoe loopt het dan verder? Periode 2 tot en met 9 oktober, dan zien we nog altijd een beetje dezelfde afwijking van de luchtdruk. Hogere luchtdruk ten zuiden, ten oosten van ons. En nog steeds die lage druk op de Atlantische Oceaan. Omdat de termijn wat verder is, zien we dat de signalen wat zwakker worden, wat minder overtuigend. Maar nog steeds de belangrijkste tegenstellingen zijn dus hoge druk ten zuiden van ons en ten oosten. En lage druk op de Atlantische Oceaan. En dat betekent dat in die eerste volle week van oktober er eigenlijk weinig verandering is. Nog steeds temperaturen een paar graden boven de norm. En als we naar de neerslag kijken, dan zien we nog steeds dat die zone met meer neerslag dan gebruikelijk... Ruim ten westen van ons ligt, en bij ons het eerder iets aan de droge kant is. kijken we dan verder in de loop van oktober, zo richting de herfstvakantie, dan zien we in eerste instantie maar heel weinig verandering. Behalve dan dat de signalen steeds zwakker worden, puur vanwege de termijn waar we naar kijken. Maar kijken we dan bijvoorbeeld naar de periode 13 tot en met 23 oktober, dan zien we. Dat vooral ten zuiden van ons lage drukgebieden worden berekend. Die hoge drukzone die wordt in die periode steeds verder naar het noorden geduwd. Een hele lichte afwijking zien we hier tussen IJsland en Schotland en Noorwegen in, moet ik zeggen. En dat betekent dat bij ons dan de winter de voorkeur heeft om uit het oosten te waaien. Nou, in deze periode van het jaar zal dat zeker nog geen winterse setting opleveren. Ik denk veelal dat de temperaturen nog steeds, en dat laat het model ook zien, veelal een paar graden boven de norm uitkomen. Alleen met het opdringen van die lage drukgebieden vanuit het zuiden neemt wel de kans op een wat natter weertype toe. Dus... Oktober zal droog beginnen, vrij warm, af en toe een paar nazomerse dagen. En dan in de loop van de maand vanuit het zuiden meer invloed van lage drukgebieden. En met die komst van lage drukgebieden ook dus wel wat vaker wat regen. Maar in ieder geval koud weer. Dat zit er de komende vier weken niet aan te komen als we de huidige 30-daagse weerkaarten moeten geloven. Wat mij betreft, tot een volgende keer.